In deze video kijken we naar het aandeel Alibaba. Alibaba is een Chinees bedrijf met een Amerikaanse beursnotering. En het aandeel bereikte dus zijn top in oktober 2020 bij een koers van 320 dollar. En de bodem lag afgelopen oktober, een paar maanden geleden, op een koers van 58 dollar. Dus we zien een daling van meer dan 80% in twee jaar tijd, maar tegelijkertijd ook weer een stijging van 50% in de afgelopen paar maanden. Dus laten we het aandeel gaan analyseren en een waardering gaan maken om te kijken of het bij de huidige koers ook een interessant aandeel is en dus snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Een um, klein beetje hees klink ik, een beetje verkouden ben ik, maar we gaan toch gewoon een video opnemen. En vandaag dus in deze video kijken naar het aandeel van Alibaba. Alibaba is trouwens ook een aandeel dat ik geloof ik in allebei mijn portfolio's uh, een positie in heb. Kijken naar de beurswaarde, zo'n 230 miljard. Um, en dit is dus als we gaan kijken naar de koers, wat het eerst geweest is. Was het dus meer dan 1000 miljard, dus al flink afgestraft zien we hier. Die koers zagen we eerder: 320 dollar in de top, eind 2020. Kijken naar het laatste jaar, de laatste 52 weken. Toen lag de top on, ja, ongeveer rond de 140 dollar. Dus wederom uh, nog steeds een flinke daling gezien. We zagen ook: 58 dollar is het laagste punt. Nu zitten we zo rond de 90 dollar bijna. Een PI- ratio, wat heel erg hoog is, 117, heeft vooral ook te maken dat het afgelopen jaar winstgevendheid heel erg uh, tegenviel, terug is gevallen. Dat verklaart het hoge PI. Gaan we straks ook naar kijken. Kijken we naar de bruto marge en de netto marge, die zijn best wel goed. Best wel hoog. En zeker ook als je gaat vergelijken met Amazon, bijvoorbeeld, is dit drie keer zo hoog als Amazon. Is het dan een beter bedrijf? Ik weet het niet, omdat ik bijvoorbeeld kunt zeggen, Amazon investeert toch juist veel in de toekomst. Dus misschien is de toekomst van Amazon wel beter. Maar puur de cijfers even gekeken, ziet dit er beter uit op dit moment in ieder geval. Tegelijkertijd heeft Alibaba natuurlijk ook last van concurrentie, vooral uit eigen land en denk dan bijvoorbeeld aan bedrijven zoals JD.com of Pinduoduo. Maar laten we dan vooral ook gaan kijken naar de checklist om snel even een overzicht te krijgen, een inzicht te krijgen in het aandeel. Kijken we dan lijkt het best wel een beetje kerstmisachtig. Best wel wat rood, maar ook best wel wat groen. Dus wat negatieve dingen, maar juist de groene dingen zijn vaak ook erg positief. Zoals gezegd, PE-ratio is nu flink in het rood, heel erg hoog door de tegenvallende netto-winst afgelopen jaar. Kijken naar de free cash flow, dan ziet dat er heel anders uit als we daarop gaan baseren. Omdat de free cash flow vaak wat stabieler is en misschien niet zo volatiel als een netto-winst waar veel andere dingen in worden meegenomen. Dividend keren ze niet uit, dus dat is 0%. Een wijziging in aandelen, een plus van 5%, maar dat is op zich niet zo heel erg. Gaan we straks ook gaan kijken. Waarschijnlijk doen ze dus juist heel erg goed. De omzet de laatste 5 jaar, 240% toegenomen. De winstgroei, 5 jaar geleden vergeleken met het afgelopen jaar, zien we nu een afname van de winst. Maar dat heeft vooral denk ik te maken met het afgelopen jaar, waarin het juist heel erg tegen zat, waar ze heel erg veel last hebben... Uh, ze worden hard afgestraft als aandeel waarschijnlijk ook juist door het beleid, denk ik vooral, van de Chinese overheid. De Free Cash Flow, daar zien we juist dan wel een flinke groei. De netto-winst valt ook heel erg tegen. ROIC valt heel erg tegen. En eigenlijk zijn alle dingen die tegenvallen, die rood zijn, die zijn gebaseerd op dingen van het afgelopen jaar. Terwijl vaak de dingen die gebaseerd zijn op de wat langere periode wat beter zijn. Dat zien we ook bijvoorbeeld aan het schuldratio. Relatief weinig schuld en de schuld die ze vanuit de Free Cash Flow... Ook in anderhalf jaar tijd ongeveer kunnen aflossen. Kijk naar de scores onderaan. Dan hebben we een Altman Z-score. Die geeft eigenlijk aan. Dit is een berekening op een punt of acht geloof ik. Um, van hoe groot de kans is dat een bedrijf failliet gaat. Um, alles boven de 2,6 is heel erg goed. Tussen de 1,8 en 2,6. Dat is een beetje een grijs gebied. Is gewoon gemiddeld. Niks apart. Alles onder de 1,8, dan moet je in ieder geval op gaan letten. En onder de 1,1, dan is het sowieso waarschijnlijk verstandig om weg te blijven. Nou, hier zitten er wel een, een score die zou aangeven dat het heel erg slecht gaat met een bedrijf. Tegelijkertijd kijken we naar de Piotrowski score. Die is juist heel erg goed. Een 8 of een 9 geeft aan dat het heel erg goed gaat met een bedrijf. Je kunt op 8 punten scoren, of op 9 punten scoren, zo moet ik het zeggen. En hier scoren ze dus op 8 punten heel erg goed. Uh, dus het is een beetje tegenstrijdig. De ene, de, ratio, de ene score geeft aan dat het heel erg slecht gaat. De andere geeft aan dat het heel erg goed gaat. Dus zeker een punt om, als je geïnteresseerd bent in het aandeel, juist heel goed te gaan kijken naar de financiële cijfers van de afgelopen tijd. Maar zeker ook de verwachtingen voor de toekomst. Kijken we dan naar die financiële cijfers. Te beginnen met de resultatenrekening op uh, jaarcijfers. Dan zien we eigenlijk ieder jaar dan een flinke stijging: uh, 40%, 30%. Ook in tijden van corona nog 30 of 40%. 2022 hebben zij al net afge, afge, afgesloten het boekjaar... zien we nog een toename van de omzet van bijna 20%... en het is wel zo dat alle valuta's die we hier zien... die is dan weer in de Chinese valuta. Het aandeel is genoteerd in Amerika... maar de omzet wordt hier, de financiële cijfers... die worden dus in de lokale valuta getoond. Iets om rekening mee te houden, dus het is geen 845 miljard dollar in dit geval. Ik geloof dat je een beetje door acht moet delen, ik weet het niet precies op dit moment... Kijken we naar de bruto marges. Dan zien we die wel flink afnemen. Vergeleken met 10 jaar geleden. Toen lag het nog boven de 70%. Was ook wel heel erg hoog. Waarschijnlijk dat ze langzaamaan veel meer producten of zo zijn aan gaan bieden. Waar wat lagere marges op zitten. Dat het toen misschien nog meer de juiste softwarekant was. Maar al met al. Ook hier zien we best wel 36%, procent. is nog zeker niet slecht. Kijken we dan naar de rentelasten, dat is wel iets om op te letten. We zien dat die juist hier in het rood staat. Ze meer kwijt zijn aan rentelasten dan dat ze aan winst hadden, operationele winst. En hier zien we, jaren geleden was dat ook relatief nog hoog. Maar het is ook wel een groeibedrijf, misschien hadden ze juist flink moeten investeren. Vorig jaar liep het al op, of eigenlijk afgelopen jaar zoals je kunt zeggen. Waarschijnlijk juist omdat de winst heel hard tegenviel. Want als we gaan kijken naar die netto-winst, dan zien we dat die afgelopen tijd... Of 22 zeg maar hun boekjaar op 62 miljard uitkwam, terwijl die het jaar daarvoor 150 of ook 150. Dus we zien juist wel een flinke afname. Dat zien we natuurlijk ook terug dan in de winst per aandeel, die eigenlijk een beetje iets meer dan gehalveerd is. En datzelfde beeld zien we eigenlijk ook terug in de marges. Lange tijd ging het op zich best wel goed met de netto marge. Laten we zeggen tussen de 20 en 30% procent, dat dat een beetje het normale was. Terwijl juist het afgelopen boekjaar dus in één keer terugviel naar 7,3%. Laten we ook even gaan kijken naar de kwartaalcijfers om een iets actueler beeld te zien. Um, en dan zien we hier eigenlijk bijna continu nog wel dat de omzet eigenlijk of gelijk blijft, een klein beetje een afname, of in ieder geval wel weer groeit. En dit is dan het tweede kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal van een jaar eerder. Toen was er nog heel veel stijging, dus we zien wel de stijging die ze eerder hadden, die is een beetje weggevallen, maar niet, tenminste lang niet meer zo groot die toenames als dat die we eerder zagen. Kijken we naar de bruto-marge, dan zien we juist wel dat die in de laatste twee kwartalen wel iets verbeterd, richting de 36, 37 procent. Terwijl die bijvoorbeeld in het vierde kwartaal van 2021 is dat, maar werd gerapporteerd in 2022... Lag die onderaan in de 30, dat was een beetje de bodem die we op dit moment hebben bereikt. Dus misschien wel iets om rekening mee te houden ook. Kijken we echter naar beneden naar de netto-winsten, dan zien we dat die juist heel erg tegenvielen. Eigenlijk de laatste 6, 7 kwartalen zien we alleen maar rode cijfers. Oftewel telkens gekeken, dit kwartaal vergeleken met vier kwartalen eerder, diezelfde periode een jaar eerder, zien we alleen maar afnames. Dus juist de winstgevendheid, daar gaat het heel erg slecht mee. Um, in ieder geval heel erg slecht geweest. Laten we hopen dat dat in ieder geval wel weer in de komende tijd weer wat beter gaat. En ik denk de reden dat het slecht gaat is dat 65% van de omzet die komt uit China. Maar de netto winst, daar is China verantwoordelijk voor 165%. Klinkt heel erg raar, maar dat komt natuurlijk omdat juist de internationale operaties die ze doen, de activiteiten die ze doen, die juist zorgen voor een verlies. Dus eigenlijk alle winst komt uit China. En dus is het heel erg belangrijk wat China doet, hoe het gaat met de economie, wat het beleid is van de overheid. Nu wordt dat weer wat versoepeld. Zal het waarschijnlijk beter zijn ook voor het bedrijf? Zien we in ieder geval terug in de koers die de laatste maanden dus al met 50% is toegenomen? Dus beleggers denken in ieder geval dat het waarschijnlijk beter zal gaan. Dat ze betere cijfers zullen uh, tonen, denk ik, in de komende tijd. Dus zeker wel iets om rekening mee te houden dat dit aandeel de, tussen de spanningen tussen Amerika en China natuurlijk heel erg veel last van heeft. Maar zeker ook het beleid vanuit China zelf. Kijken we dan naar de grafieken, dan zien we hier die flinke daling waar we het straks eerder al over hadden. Kijken we naar een PE-ratio, dan zien we dat die gemiddeld op 38 lag. Nou, toen hadden we ook nog veel grotere winstpercentage of groeipercentages. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. De omzet nam nog heel erg hard toe. De winstgevend was heel erg goed. Nu, juist de laatste periode, zien we een flink dalen. Een PE-ratio van negatief. Hier ook negatief. Maar misschien dat je je rekening mee kunt houden met de wat lagere. Want het is natuurlijk ook vooral de verwachting afhankelijk eigenlijk van wat de toekomst gaat brengen. Kijken naar de omzet en de resultaten zien we wel dat ze echt flinke stappen hebben genomen. En dat ze ook hier telkens in het derde kwartaal juist hun beste kwartaal hebben. Waarschijnlijk ook vanwege de feestdagen. De netto-winst zien we wel een stijgende lijn in zitten. Tot eigenlijk de laatste tijd ging het flink naar beneden. En zelfs af en toe ook negatief. Dat zorgt natuurlijk voor de, de, de afname in de koers de laatste tijd. Gaan we kijken naar de cashflow? Zien we geen capital expenditures? Ik denk niet zo dat het er niet is. Ik denk alleen dat het niet aanwezig is in de data. Misschien omdat het vanuit China komt. Ik weet het niet. In ieder geval wel iets om rekening mee te houden om het eventueel ook naar onderzoek naar te doen. Kijken we naar de cashpositie. Die is natuurlijk wel. Of niet natuurlijk, die is gewoon heel erg goed zien we hier. Um, dit is dan weer een Chinese valuta. Je ziet in ieder geval dat de schuld wel een beetje stabiel blijft, de netcash ook. Dus eigenlijk alle dingen blijven wel stabiel. Het ziet er in ieder geval dit gebied best wel goed uit. Kijken dan naar wat analisten verwachten voor het aandeel... dan zien we dat eigenlijk alle koersdoelen, het laagste, het gemiddelde... of gewoon het hoogste koersdoel, allemaal in het groen zijn. En zelfs het laagste koersdoel ligt altijd nog 25% hoger dan de huidige koers. Waar ik nou vooral wil gaan kijken, is dat we nog een groei zien de komende tijd. Ze dus verwachten in ieder geval dat de omzet toe gaat nemen... dat de winst een beetje toe gaat nemen en kijken naar wat analisten uh, historisch eigenlijk voorspeld hadden... de winst per aandeel... dan zien we eigenlijk dat het blauwe, dat is de voorspelling... het grijze is wat daadwerkelijk gerapporteerd werd vanuit Alibaba... is dat eigenlijk Alibaba het altijd ja, of beter doet. Dus je kunt zeggen, analisten weten het goed in te schatten... of het valt nog positief mee eigenlijk. Dus in ieder geval iets om rekening mee te houden... dat we mogelijk ook de analistenverwachtingen in de toekomst... dus redelijk betrouwbaar kunnen doen... omdat ze misschien of gewoon juist zijn of dat de cijfers alleen maar beter lijken te zijn. Kijken naar het management, dan hebben we geen insider trading voor dit uh, aandeel, dus we weten niet wat het management zelf doet wat betreft transacties. We kunnen wel naar de transcripts gaan kijken. Ga ik in deze video niet op in, maar het is denk ik wel heel interessant. Juist ook bij dit aandeel dat je gaat kijken wat is er besproken tijdens de laatste update toen de kwartaalcijfers uitkwamen. Je kunt al deze periodes gaan bekijken. Uh, dit is het tweede kwartaal van 2023. Dat heeft uh, Ander boekjaar hebben zij. Dus je kunt van al die periodes terug gaan kijken. wat het management heeft verteld. Ik denk dat je juist vaak hier heel veel informatie kunt uithalen. Zeker ook wat het management bijvoorbeeld verwacht. voor de toekomst, voor de komende periode. Kijken we naar de aandeleninkoop. We zagen straks al dat ze aandelen hadden uitgegeven. in de laatste vijf jaar. Dus het ligt nu hoger dan vijf jaar geleden. Maar ik denk juist dat Alibaba. laat zien dat ze dit heel goed doen. Je ziet namelijk dat het uitstaande aandelen. toeneemt in deze periode van 2015, 2016 tot een beetje hier 2021, maar in die periode neemt ook juist de koers toe, dus ze profiteren in principe van een hoge koers door aandelen uit te geven. En nu juist die koers aan het dalen is, zie je dat ook aan het aantal uitstaande aandelen afneemt, oftewel ze kopen nu, nu de koers lager is, hun eigen aandelen weer op. Dus ik denk dat Alibaba dit in ieder geval best wel goed aanpakt. En daarmee komen we dan aan bij de waardering voor het aandeel van Alibaba. We zien hier de omzet uh, 122 miljard en dat zijn volgens mij wel de dollars. Um, gaan we kijken naar de omzetgroei. Analisten zelf verwachten geloof ik tussen de 6 en 6,5 voor de komende 5 jaar. Dus ik ga uit van 4, 6 of 8 Mocht het toch heel wat beter gaan. Zeker bijvoorbeeld hun cloud divisie. Die kan in één keer best wel stappen nemen bijvoorbeeld. Zou het dan meevallen? Dan kunnen we in ieder geval daarvan uitgaan in de bull case... Anders gaan we vooral namelijk uit vanuit de base case, het gemiddelde verwachtingen. De netto winst, die was afgelopen jaar, zien we hier bijna nul. Afgelopen vier kwartalen. Het gemiddelde van de laatste vijf jaar komt een beetje uit op 18. Dus ik denk dat we hier een beetje um, verschillen moeten gaan zitten. 10 een beetje aan de ondergrens wat we straks zagen bij kwartaaldata. 16 als gemiddelde, wat lager dan het 5 jaar gemiddelde. Omdat hier juist ook de goede jaren 2020 en 2021 bij zaten. En uiteindelijk 22 als alles weer teruggaat naar het oude en het heel erg winstgevend wordt. Free Cashflow houden we even hetzelfde in dit geval. Kijken we naar de geplaatste aandelen. We zien dat ze wat afnemen. is een beetje afhankelijk van hoe het natuurlijk gaat met het bedrijf. Weten ze winst te maken. Als ze winst maken, kunnen ze dat inzetten om het aandelen terug te kopen. In het slechtste geval even geen aandelen afnemen. In het base case zou ik zeggen een half procent eraf en in de bull case kopen ze 1% van de aandelen terug, dividend groeit 0% omdat ze dat niet uitkeren. Dan komen we aan bij een PE multiple op dit moment 117, zoals gezegd, juist omdat het laatste jaar heel erg tegenviel. De winst viel heel erg tegen, winstpercentages. Dus dat heeft natuurlijk impact op de PE. We zagen straks al dat het gemiddelde veel lager lag en ooit in de lage momenten op de 10 was. Ik denk dat we 10 wel heel erg laag is, zeker als je kijkt de groei van 4% terwijl normaal gezien 3% een beetje is. Dus laten we zeggen 15 als PE multiple bij de bear case, 18 in de base case en 21 in de bull case. Een gewenst rendement van 10% en na die periode nog 3% groei per jaar. Klikken we op analyseer, scrollen we naar beneden. Dan zien we dat bij de huidige koers het in ieder geval lijkt dat de base case en de bull case interessant zijn. Dit zijn de bedragen, de koersen die je zou willen betalen... Om toch het gewenste rendement van 10% per jaar te behalen. Nou, je ziet eigenlijk al dat we zouden, laten we zeggen, 115 tot 125 dollar willen betalen als we uitgaan. Die verwachtingen uh, van de base case geloven. Dan zou dat een interessante koers zijn om te kopen. De huidige koers ligt een stuk lager. Oftewel, dat geeft eigenlijk aan dat je verwachte rendement in deze situatie dus veel hoger zou liggen. Dan die 10% die we hier zien. Dus de conclusie van deze video is dat het in ieder geval lijkt dat het aandeel heel interessant geprijsd is. Maar dat je zeker wel rekening moet houden met de risico's die bij dit aandeel zitten. Het gaat nu flink wat slechter. De verwachting is dat het wel weer wat beter zal gaan. Maar dat is ook afhankelijk van natuurlijk wat beleid vanuit China zelf. De spanningen tussen Amerika en China en de beursnotering van dit bedrijf in Amerika. Blijft die beursnotering daar of gaat die weg? Zou bijvoorbeeld. Interesse van heel veel beleggers kunnen afnemen als dat zou gaan gebeuren. Dus zeker iets om rekening mee te houden en om goed onderzoek te doen naar de cijfers. Maar als het uiteindelijk zo is wat analisten verwachten en de markt weet het ook zo te waarderen op die manier, dan zou het dus een interessante waardering kunnen zijn. Tenminste, dat lijkt mij op basis van deze berekening, maar dat is mijn mening. Mijn visie en een beetje de analistenverwachtingen. Laat ook vooral weten hoe jij erover denkt. Over Alibaba of misschien beleggen in Chinese aandelen in het algemeen. En doe dat in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video. Vond je het leuk, interessant? interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken. En hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.